Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. En ja, dan denken jullie, is gek, ik ben ook gek. Ik ga het even wat laten zien. Ik had hier wat dingetjes van de laatste laadje, drie laadjes, deze drie. Had ik wat make-up en voorraad in zitten, maar dat heb ik verhuisd. Dan gaan jullie zeggen, waar, nou, daar. Die kast. Ja. En ik ga je zeggen waarom. Omdat ik dat iets makkelijker vind. Dan hoef ik niet steeds iedere keer die la open te trekken. En die is een keer krits, krits, krits. Dan hoor je morgens vroeg heel erg gek van. Dus ik ga het nu even laten zien. Zo. Bovenste plank, dit is nog wat ik aan voorraad heb van make-up. Hier heb ik mijn nagellak. Daar is wat cremetjes en foundation. Daarachter gebruik ik niet altijd veel. Ja. Hier is wat. Dit is zeg maar de voorraad mascara. En hier staat een schaar. En dat blauwe balletje. En nog mascara. En mesjes en nog een potlood. Ik haal het even weg, mijn katje. Hier zijn de puntenslijpers. Crème. Hier is oogschaduw. Dit is nog blush. Nou, dat is nog een beetje voorraadverzorging en andere dingetjes. Hier staat. Nies, hoest en weet ik veel wat allemaal. Dit is de mannelijkse probleempjes. En hier zit de parfum, shampoo en andere dingen. Zoals voorraad, deodorant en zo. Gaan we naar deze kant. Daar zit gewoon mijn tassen, zeg maar. Een aantal tassen die ik heb. Niet veel. Dit zijn stroptassen. Dit is van Pols. Daar zo zit een beetje kleine dingetjes in die ik bijna niet gebruik. Nou, dit is dus mijn kleding. Ik ga even hierboven laten zien. Het is allemaal ook weer veranderd, zie je? Want dan heb ik daar wat meer ruimte. Hier zit nog kleding in. Zoals je kan zien, met jurken en jassen. Hier zit joggingbroeken, broeken, zomerbroeken, winterbroeken en leggings. Deze hebben jullie al gezien, zie je? Ja. Hier zitten sjaals in, hier zit BH's in, hier zit t-shirtjes in en hemdjes, sokken en ondergoed. Werkkleding. Broeken voor het werk. Mutsen en handschoenen en riemen. Dit is ook nog werkkleding. Dit zijn halve leggings. En dit zijn mijn pyjama's. Dan heb ik hier mijn parfum staan. En boeken van Agatha Christie. Denk je, Agatha Christie, altijd parfum. Zoiets. Nou, dit is mijn riem. Deze komt weg. Deze moet even opgemaakt bak. Zo. Dus die. Nick Anton Pieck Laaf. Dat past mooi bij elkaar. Dat is zeg maar mijn everyday lader dingetje. Lipstick. Nog een lipstick. En alles en nog wat. Hier ook nog. Hier ook nog. Hier zit een beetje mijn sieraden in. Die zitten daar lekker verstopt. Daar zit een beetje mijn studio dingen in. Mijn lampen, mijn kaars. Nou, dat lampje heb ik pas. Even die weghalen. Hier staan allemaal kwasten. Hier zitten alle spullen voor bureau dingen in. Zie. Nou, dit staat dus boven mijn bureautje. Tussen. En dat. Mijn lunch. Dus ja.
hier staat nogal wat schone eigen sieraden hobby. Dit is ook nog hobby. En dit is ook nog hobby. En dat is een beetje van alles en nog wat. Hier staan Erse schoenen en mijn schoenen. Ja, oeps, ik heb veel schoenen. Mijn excuus. Dus ik wou in ieder geval zeggen, leuk dat jullie het gezien hebben. Leuk dat jullie meegekeken hebben. En ik zal zeggen, dikke zoen van mij. En tot de volgende keer. Bye bye. Vergeet niet te abonneren en op het belletje. Bye.